Als het wat specialer mag zijn, dan moet je zeker dit voorgerecht met hondstong proberen. Het smaakt en oogt heel verfijnd en is toch klaar in geen tijd. Het pesto-sausje en de lomvis-eitjes zorgen voor een feestelijke afwerking. We starten met de vis. Onze visbouillon hebben we al aan de kook gebracht en daarin leggen we de diepgevroren hondstongrolletjes. We laten ze 25 minuten garen op een zacht vuur. Dat geeft ons genoeg tijd om de rest van het voorgerecht te maken. Van onze broccoli gaan we niet alleen de roosjes gebruiken, maar ook de steel. Die is perfect eetbaar, maar je moet hem wel schillen voor je hem in stukjes snijdt. Daarna mag alles samen een tiental minuutjes koken. De roosjes en de stukjes steel prakken we tot een grove puree. We mengen er wat zure room onder. Zo krijgen we een smeuïge broccolicrème. Nu nog een lekker pesto-sausje om ons gerecht mooi af te werken. We brengen lichte room samen met een fijn gesnipperde shallot aan de kook. Laat pruttelen tot de room voor de helft is ingekookt en de shallot gaar is. Dan mag de pesto erbij. Zo, ons voorgerecht is al klaar. Lepel er een beetje pesto-room over en werk af met zwarte lomvis-eitjes. Bij dit verfijnde voorgerecht schenken we een al even verfijnde witte bourgognewijn. Hij is lekker fris en fruitig en past perfect bij vis. Smakelijk! Ontdek nog meer lekkere en originele recepten op onze website en volg ons ook op Facebook voor extra tips en inspiratie.